De Brabantse waterschappen treffen maatregelen om hoog water te voorkomen. Door de constante regenval van de afgelopen dagen is de waterstand gestegen in beken en rivieren. En er is nog meer regen voorspeld. Nergens is de situatie overigens kritiek. Plaatselijk staan weilanden onder water, zoals hier in Sint-Oederode. Een overlast is er vooral in Oost-Brabant. Op sommige plaatsen zijn uit voorzorg pompen geplaatst. In de Essenstroom zijn twee stuwen opengezet om het water sneller af te voeren. En in Den Bosch heeft het waterschap zandzakken gelegd bij een dijk. En ook in West-Brabant is de waterstand hoger, maar extra maatregelen zijn daar nog niet nodig.